Alright, het is de eerste dag van de warmste week en ik heb hier al ineens girl power bij mij zitten. Laten jullie eens horen, dames! Voilà, dat moet al niet meer. Hè. Dat vind ik al fantastisch, de girl power. Zeg, ik heb hier ook twee mooie dames naast mij zitten. Ik ga eerst jullie naam vragen. Hallo, wie ben jij? Hallo, Carmen. Welkom. En jij bent? Ik ben Jasmina. Goed, welkom dames en ook al de rest. Jasmina, vertel eens, hoe hebben jullie, wie zijn jullie eerst? Vertel dat eens. Ja, wie zijn wij? Wij zijn eigenlijk VZW Inzet, een sociale onderneming die de focus legt op duurzame tewerkstellingen. En vanuit eigenlijk Klavertje 4, het sociaal restaurant gelegen te Rungst, hebben wij op 11 december de warmste wandeling door Rungst georganiseerd om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de warmste week. De warmste wandeling. En was het ook warm die week? Want het is koud geweest, maar ik weet niet, die periode... Ja, het is een beetje koud, maar het is goed. Ja. We kinderen is heel blij. Ja. Ja, we zijn ook. Het is heel goed. Maar met een goede muts en handschoenen. Ja, het was ook vooral een beetje naar de kinderen gericht, omdat er dan wel een speurneuzentocht werd georganiseerd om aan de wandeling toch een fijne twist te geven, waar ze dan verschillende spelletjes konden spelen en dan ook lettertjes verzamelen en dan achteraf een beloning kregen, wat er dan ook voor zorgde dat er meer ouders met kinderen natuurlijk gingen deelnemen. Wauw, fijn. Zeg, en hoeveel kilometer hebben jullie gewandeld? Drie kilometer, ja, dat is wel een goede wandeling. Ja. Maar natuurlijk, dat heeft ook geld opgebracht. Ja. Wie gaat het hier vertellen hoeveel het heeft opgebracht? Ga jij het zeggen? 1000 euro. Ja. 1000 euro, zijn we het hier allemaal bij? Ja, applaudisseer maar voor jezelf allemaal. Ja. Goed gedaan, 1000 euro. Dat vinden wij heel, heel fijn hier bij de warmste week. Ik zou zeggen, dat maakt het allemaal weer warmer. Dus druk op jullie rode knop voor het vlammetje, jullie gepersonaliseerd vlammetje te laten zien. Oh, girl power. Super, dank jullie.